Danny, hoe ben je de interlandperiode doorgekomen? Nou, ik op zich wat minder, omdat ik een paar dagjes ziek ben geweest. Nee, mijn team op zich goed. Natuurlijk een lange voorbereiding nu richting Sparta door de interlandperiode. Een aantal jongens waren ook geselecteerd voor diverse nationale elftallen. Dus die zijn sinds gisteren weer terug op de club. We waren vertrokken in het weekend na Twente. En verder hebben we in de week na Twente hebben we doorgetraind. We hebben op donderdag nog een oefenwedstrijd gespeeld in Duitsland. Weekend waren de jongens vrij en vanaf maandag zijn we weer gaan trainen. En wat ik net al zei, vanaf gisteren zijn dan de internationals ook weer aangesloten. Met vandaag en morgen nog twee trainingen te gaan richting Sparta. Heb je al een beeld hoe de jongens zijn teruggekomen van de interlandverplichtingen? Ja, heel wisselend. Kijk, op zich gelukkig niet met een blessure. Dat is het belangrijkste. Bijvoorbeeld Jurgen heb twee keer gespeeld. Daniel een keer ingevallen en een keer gestart. Dus ja, die jongens komen met een heel fijn gevoel terug. Twee keer niet gespeeld. Die jongens zijn wat meer teleurgesteld. Dus dat is per individu verschillend. Het belangrijkste voor ons is dat ze fit zijn en dat wij weer blij zijn dat ze... Ja, dat ze bij ons aansluiten en hier weer hun waarde kunnen bewijzen. Wat kan je vertellen over de selectie die beschikbaar is voor de wedstrijd tegen Sparta? Nou, Mike is er sowieso niet bij. Naast Radinho. En met Michael de Leeuw en met Marin hebben we wel twee grote vraagtekens of die erbij gaan zijn zondag. De voorbereiding op Sparta zijn jullie natuurlijk al vroeg begonnen. Wat weet je van dat team? Ja, eigenlijk is het nog best wel hetzelfde team als vorig jaar. Ik bedoel, Haroui is dan weg en Laros is naar ons gekomen. Al heeft Laros vorig jaar ook niet alles gespeeld bij Sparta. Dus voor de rest staan er nog een hele hoop jongens in die eigenlijk de afgelopen jaren al bij Sparta spelen. Een hoop ervaren jongens, fysieke jongens, met T voorop. Daar hebben ze nu een jong talent bij met Emega. Maar ook jongens als Vriends, Beugelsdijk, Heijlen, Abels. Dat zijn allemaal jongens die daar de afgelopen jaren ook al gespeeld hebben. Dus wat dat er gaat, een herkenbare ploeg. Dus weinig verrassing op dat vlak. Hoe gaan jullie proberen daar de drie punten weg te halen? Nou, door heel goed aan te vallen en heel goed te verdedigen. En uiteindelijk moet je er eentje meer gaan maken. Dat is een beetje in het simpel waar het om draait. Ja, nee, we zullen... Je moet een goed niveau halen aan de bal om tot kansen te komen en die uiteindelijk ook te verzilveren. Maar in voetbal moet je ook goed kunnen verdedigen. Dat was de laatste thuiswedstrijd tegen Twente een mooi voorbeeld van. We hebben op zich in die wedstrijd tot aan de tegengoal zeer behoorlijk verdedigd. Eigenlijk bijna geen kansen weggegeven. Of in ieder geval ervoor gezorgd dat Twente in die fase bijna geen kansen heeft kunnen creëren. Nou, zelf doe je dat wel, maak je ook een goede goal. Alleen op het eind kom je nog goed weg, want op het eind kan je hem ook nog verliezen. Omdat we daar niet meer goed verdedigen, maar ook niet meer goed aan de bal zijn. Dat zijn gewoon hele belangrijke factoren. En het lukt vaak niet omdat een hele wedstrijd de bovenliggende partij te zijn. Maar in de fases dat je dat wel bent, zal je moeten toeslaan in het aanvallen. En op het moment dat je de mindere bent, zal je heel goed moeten verdedigen om zo min mogelijk weg te geven. Dat wordt zondag ook gevraagd tegen Sparta.